Welkom bij de Franse bazen van de Alpen. En hier vind je de grootste skigebieden, de ziekste hoogteverschillen en de meeste sneeuw. Mag ik u voorstellen? La Plagne, Isola de Mille, Tigne en Alpe d'Huez. Op de steile stukken kun je hier de adrenaline weer eens keihard door je bloedvaten voelen gieren. En op andere plekken is het net alsof je een heerlijke boswandeling maakt. En als je nou even geen zin meer hebt om te skiën, dan is het hier natuurlijk doodsaai. En naast al deze sensaties kan je ook nog delta vliegen, duiken onder het ijs, trucs in het snowpark doen of in Tigne naar de professionals kijken bij de X Games. In Tigne, La Plagne, Alpe d'Huez en Isola de Mille is dus oneindig veel te doen voor sensatiezoekers zoals ik. On va faire du snow bodyboard. Ah non non, je n'ose pas, c'est trop vite. Hein? Zou ik ook durven parapenten? Ik vlieg! Ik zweef! Zo lekker rustig. Dit is gelijk een mooi uitzicht om te laten zien dat dit, net als veel andere skilocaties in Frankrijk, ski-au-pied gebieden zijn. Dat betekent dat de accommodaties, winkels en activiteiten midden in het skigebied liggen. Je doet je skis aan zodra je de deur uitgaat. Bijvoorbeeld om lekker te gaan lunchen. En 's avonds kan je met een groep vrienden gezellig gaan racletten. En natuurlijk kan je hier ook heel goed après-skiën. Bon, pour moi un boisson costaud d'un montagnard, s'il vous plaît. Absolument, mais moi je vous propose soit une chartreuse verte, excellente. Le genépi, ça c'est une liqueur des Alpes. Hein. Et vous avez quelque chose d'un petit peu plus doux, plus féminin, limoncello. Maar gelukkig duren katers hier nooit al te lang. En voor je het weet, sta je weer lekker fris op de skis. Ik ben als een waanzinnige tekeer gegaan in de Franse sneeuw. En nu zal ik speciaal voor jullie de boel weer netjes fatsoeneren.